Stéphane Reynaud is een Franse kok. Geen keukenpaus met Michelinsterren, maar patroon-cuisinier van een gewoon betaalbaar restaurant in Montreuil, een voorstad van Parijs. Reynaud heeft een aantal succesvolle boeken geschreven die zich richten op simpel, alledaags eten met liefde gemaakt van eenvoudige producten van hoge kwaliteit. Dat geschrijf heeft hem geen windeieren gelegd. Inmiddels reist Reynaud de wereld over om zijn boeken te promoten, terwijl thuis de tent ramvol zit met vaste gasten, plus de vele nieuwsgierigen die hem kennen van zijn boeken en van de televisie. Menig sterrenkok zou jaloers zijn op zo'n carrière waarin geen sterren te verliezen zijn. Stéphane heeft een warme band met het varken, zowel in de keuken als daarbuiten. Hier laat hij een foto van zijn ex-varken zien. 300 kilo zwaar, maar helaas ziek geworden en begraven in plaats van opgegeten. Op deze reis doet Reynaud boodschappen bij de Lindenhof, de boerenwinkel te Baanbrugge. The last piece of the season, so I very enjoyed to find some and they're very sweet after the summer. We're gonna mix with this kind of haricot. Bonjour, Monsieur le Boucher. Aansluitend duikt hij daar ook de keuken in om een lunch te kopen. En uiteraard staat er varken op het menu. Moi, j'aime le cochon tout entier, de la tête à la queue, tout se mange, j'adore tout ça. Mais là, on va faire quelque chose qui se cuit rapidement, en fait. C'est pour ça qu'on a pris le filet mignon pour. C'est une viande qu'on va juste saisir, après qu'on va laisser un petit peu reposer, servir rosé. Donc voilà. Et puis on va prendre un petit peu de lard, du lard un peu séché, avec des petits pois, des haricots secs. On va faire un mix de tout ça, le plus simplement possible. On garde le produit parce qu'un produit de telle qualité, il n'y a besoin de rien de plus. On va cuire tous les haricots secs. On fera juste revenir ensuite avec le lard fumé. Comme ça, ça va donner le mélange du goût du lard. Et on va cuire les mignons à part, qu'on va déglacer avec une petite pointe de vin blanc, qui va amener le côté gras et qui va faire le lien avec le filet mignon qu'on va juste poêler. Oh là là, de la couleur. The new book, it's a show to people that you can have good food every day. With the products of the day. It's not organic food, it's more than organic food book. It's really to learn that season gives some products and why eating strawberry during the winter. Why eating tomato during the winter? No, you have potatoes and cabbage during the winter. And I think that's the way to eat. If I do that in my restaurant, I always done that in my life. You know, when you grow up in a little village, you have only products from 40 kilometers around the village, and when you make your own charcuterie, on I don't know, it's a real pleasure, and it's you're proud about what you have with. Sorry for my English, huh?